Ik ben Chang. Ik ben elke dag in Oosterpark. 10 uur beginnen les voor de Tai Chi en de Qigong voor de mensen. Oorlegen, sneeuw, wind, toch hier komt. Tai Chi is een soort ademhaling voor je lichaam. In adem, uit adem, onderzoeken voor je binnen 12 orgaan. Longen, harten, nieren, allemaal. In Hongkong is het heel zwaar die tijd. Ons moet studeren in de school. Kinderschool. En dan s'avonds moet de school huiswerk opmaken. En dan is het naar de sportschool. 2 uurtje tot 9 uur en dan naar huis slapen. Voor de kinderen heel super. Nee, kapot hoor. Heel veel mensen voor die tijd denken, ga buitenland makkelijk geld verdienen. Eigenlijk helemaal niet. Die mensen nog niet gezien. Ik kom hier, ik heb nog niet gezien. En dan kom hier, kom in de keuken en dan zie je. Heel zwaar in de keuken werken. En dan ik kom hier, ja, beginnen spijt van. Ja, een paar jaar verwennen, leren kennen voor de mensen in Nederland. In Nederland is het heel moeilijk lesgeven voor de Hollandse mensen. Waarom? Die Hollandse mensen is, kan niet tegen kunnen die spierpijn. Als je iets pijn kan voelen, dan ik kom er niet meer. China kunnen. China altijd door. Buiten lopen. Ja, niet thuis. Nederlandse mensen altijd zitten thuis. Televisie kijken, eten, zitten. Thee. Koffie, doe maar wat. Is heel weinig buiten lopen voor de sport. De 100 jaar, ja. 90 jaar. Als mijn knieën kan me lopen buiten. Toch met laatste stukje ademhaling. Is voorbij. Ik blijf het ook door.